Ja Stef, 1-7, dat, ja, dat is een zware boterham hè? Ja, dat is een hele zware boterham. Vooral de manier waarop is vooral een hele zware boterham. Als je ziet dat je heel goed aan de wedstrijd begint, dat je de eerste twee momenten voor jou hebt, dus de kant van Faas en de afgekeurde goal, wat offside is, en dat je dan als centrale verdedigersduo zo vier doelpunten zo makkelijk weggeeft, ja, dan moet Hasselt zelf geen niveau verhalen om daarin te scoren. Je bent boos hè? Ik ben heel boos. Ik ben ja wat een jaren trainer. Ik heb dit nog maar zelden gezien. Zelf nog nooit meegemaakt. Uh, gemoogd verliezen. Maar als je het zo weggeeft en dan rust komt vertellen: ik ben ziek. Ja, dan uh, ben ik om te ontploffen. Ja. Kan je beter voor de wedstrijd vertellen? Ja, zeker. En was ook eens met de Dan vertel je dat voor de wedstrijd. Dan ga je naar huis of kom je gewoon niet? Dan speelt er iemand anders. Maar dan. Heel heftig op het plein staan met rust Russische dat je ziek bent en dan vier keer zwaar in de fout gaan. Waar één, de goal, twee grote corners er komen. Ja, dan ben je gewoon niet ge... niveau derde klasse. Punt. Gaat dit uh, gevolgen hebben? Ja, gevolgen, net. Je kunt alles als morgen opnieuw beginnen. Uh, de gevolg is dat je drie punten kwijt bent, dat je 7-1 verliest. Uh, wat je nu een maand hebt opgebouwd, dat je vandaag een serieuze terugslag krijgt. Uh, naar gevoel, naar boost, naar alles. En dat dat vooral te danken is aan enkele spelers. Dit komt zwaar aan. Ja, heel zwaar. Hè? Als je thuis 1-7 verliest en ik vind zelfs niet tegen het beste Hasselt, want ik vind het niet altijd het beste dat ik heb Hasselt op Petersen spelen dit jaar, maar gewoon aan jezelf. Ja oké, okay, dan komt dit heel zwaar aan. Tot slot, uh, heeft dat dan gevolgen voor de spelers in kwestie? Ja, gevolgen. Ja, gaan we gaan moeten kijken wat de alternatieven zijn, uh, de mogelijke alternatieven om om te wisselen. Maar het zal kijken zijn en vervolgens weer opnieuw beginnen. Maar sowieso moet je nu weten dat dit tot vandaag ja, heel zware gevolgen heeft.